Ik weet niet wat er op me afkomt. Tof. Welkom bij de grote Davina Filtjens quiz. Naar aanleiding van je 100ste cap vonden we dat het tijd was om een keer te zien hoe goed dat je jezelf kende. Dus we hebben een paar vraagjes voorbereid. Oké, top. De eerste om te beginnen, weet je nog welke rugnummer je had bij de eerste Interland tegen Wales? Ik denk 19. Het was nog niet 2. Nee, het was nog niet 2. Ik weet het niet. Ik weet dat zo lang geleden. Maar ik weet het niet. Het juiste antwoord was 16. Ik denk dat ik dat truikje nog in de kast heb. Denk ik. Ja. Zo heel grote, ja, ik heb vroeger altijd een grote truikjes. Welk liedje stond er op nummer 1 in de Ultra Top 50 op 17 februari 2008? Oh, dat ga ik nooit raden. Dat is zo lekker. Nee, ik kan geen gokje, maar ik weet het niet. Ik heb ook een tip gegeven. Ja. Nee, ik kom er niet op. Ik kom er niet op. Dat is wel goed, hè. Ja. Ik mijn eigen quiz hier verliezen. Nee. Maar aan de dag. Ja, jong. Oh, wow. De derde vraag. In welke minuten scoorde je goals tegen Kroatië? Ja, we zullen nu wat marge geven. We mochten er 5 minuten naast zitten. Ik had er... Dat is allebei in de tweede helft, denk ik. Nee, in de eerste helft, want dat was toen Jen Tessa in de bal gaf. Dicht bij de rust dan. Rond de 40ste minuut. 35ste minuut. Ja, ze mocht 35. Die valt binnen de marge. Ja, okay. En de tweede? Ik denk dat het zo midden tweede helft. Nee, ook misschien in de tweede helft. 70ste? Lager. We zijn hoger lager. 60ste, rond de 60. Dat valt er ook binnen. Oké. Okay. Minuut 31 en 56. Dan nu mijn favoriete vraag voor Davina Filtjens. Hoeveel kaarten heb je al gepakt bij de wedstrijd? Heel veel. Maar niet, sommigen zullen denken, ook een paar rooi, maar ik denk dat ik een rooi had tegen Portugal, want toen ben ik, wou ik die nog van de lijn, ik had de bal tussen mijn handen, die kan ik me goed onthouden. Ik denk dat dat één rooi is. Mm-hmm. Dat is correct. En een paar geel. Maar hoeveel? In totaal misschien meer dan 10? Nee. Toch minder? Valt nog redelijk mee. Ja. 5 gele kaarten. 5? Oké. Okay, ja. Valt nog mee? Tegen welk land heb je al het meest gespeeld? Ja, ik denk Nederland heb ik al het meeste matchen gespeeld, ja. Ja. En weet je hoeveel keer? Als je zo mag pakken. 6? Bijna. Dat was 7 keer. 7. Check. Wie is sneller? Davina Filtjens of een konijn? Want Davina Filtjens. Dat ben even klein. Nee. Breek het juist. Okay. Check. Punt. Welke speelster waren zowel bij uw eerste als uw laatste selectie? Met de Flames. Eerste en laatste, ja. Leni was er altijd. Janice. Sterk. En dan misschien nog een leuke vraag om af te sluiten. Wat is voor u uw favoriete moment bij de Red Flames? Ik denk natuurlijk altijd als je je eerste cap haalt, dat is altijd wel speciaal. Want je gaat toen naar Femke Maas en Christophe Reils, de Andries Timmermans. Daar keken wij dan zo naar op. Maar ik denk toch dat we een beetje, toen we naar het DK mochten gaan, hebben we een beetje geschiedenis geschreven. Ik denk dat dat het mooiste moment was. Proficiat Daf, je hebt 4,5 antwoord, maar we zullen mild zijn vandaag en je krijgt toch 5 punten. Dus laat ons zeggen dat je jezelf toch redelijk goed kent. Maar vooral een dikke proficiat met je 100ste cap. En dank u wel. Dank u wel. Applausje voor mezelf.